Goedemiddag dames en heren, collega-bestuurders en raadsleden. Ik stel het zeer op prijs dat u op grote schaal ingegaan bent op mijn uitnodiging en vandaag aanwezig bent bij deze discussie over het imago van de NIMBY-bedrijven. Uw inbreng is van cruciaal belang. Vandaag zijn er op 3 plaatsen in Brabant gelijktijdig bijeenkomsten en daarom heb ik ervoor gekozen om u op deze manier welkom te heten. U gaat vanmiddag in het bijzonder discussiëren over het imago van de afvalrecyclingbedrijven. En afvalrecycling is belangrijk. Deze bedrijfstak zorgt voor 80% hergebruik van al het geproduceerde afval. En bouw- en sloopafval wordt zelfs voor meer dan 90% hergebruikt. En elke ton hergebruikt materiaal bespaart immers op de winning van primair materiaal. De afvalrecyclingsbedrijfstak heeft in de laatste 25 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En deze ontwikkeling is niet altijd zichtbaar geweest voor de buitenwereld. Met name de bouw- en sloopafvalrecycling staat nu voor een belangrijke innovatie op het gebied van hoogwaardig inzetten van granulaten in betonproductie. Daarbij moet de gehele keten van sloop tot aan hergebruik worden betrokken. In de toekomst wordt een flinke groei van het aanbod van sloopafval verwacht. En deze groei kan bij de bestaande bedrijven moeilijk worden opgevangen. Er moet door gemeenten en bedrijven samen gezocht worden naar oplossingen om het toekomstig aanbod op te kunnen vangen. Het imago van de bedrijven die bouw- en sloopafval verwerken is niet goed. Ik zie het voor het belang van Brabant om het imago van de bedrijfstak te verbeteren om zo de vestiging en de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit mogelijk te maken. Imago is slechts één van de factoren in de NIMBY-problematiek. Ruimte voor groei en ook de vergunningsproblematiek bij de NIMBY-bedrijven zijn 2 andere belangrijke factoren. Dit is onder meer duidelijk geworden uit de eerdere sessies met de stakeholders in concrete probleemsituaties. En deze 3 factoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze grijpen als het ware als tandwielen in elkaar. En door de tandwielen te olieën en het zand weg te poetsen, zullen ze gemakkelijker de goede kant op draaien. Vandaag proberen we het zand tussen de tandwielen weg te krijgen in een open gesprek. En meer begrip voor elkaars standpunten en mogelijkheden moeten als olie tussen de tandwielen gaan werken. Hopelijk komen we vanmiddag tot de ontdekking dat we gezamenlijke belangen hebben en dat oplossingen denkbaar zijn. Ik wil u daarom uitdagen de discussie aan te gaan, elkaars belangen aan te horen, de overeenkomsten te zien en te zoeken naar mogelijke oplossingen. Ik zeg u toe dat de provincie er alle energie in zal steken om samen met de stakeholders de door u gepresenteerde oplossingen te realiseren. Ik wens u een constructieve middag toe.